kan ons begin met die oë. Sit die eye shadow base op. Ons gaan begin deur fluffy borstel te vat. Ek gaan begin met die kleur Berry Mousse en dit kom net oralste op die as 'n basis. En dit is net links en regs op en af. Windshield wiper, motion. Dan daar. Dis al wat jy doen. Net daar so luggies. Net vir hom sê, kom nog kleur. Niks te dramatisch nie. Ons gaan net 3 kleure gebruik vandag. Dan gaan ons in met die selle borsel, met crepes. Dit gaan ons net so, ook nie te netjies nie, net luggies, ook links en rechts, links en rechts. Maar moet hom nie te hoog vat nie. Hy is net daar om die crepes te define. So bietjie. Ook net links en rechts, links en rechts. Niet te hard nie, niet te veel nie. Maak seker alles is lekker uitgeblend. Dan kan jy kleiner borseltjie vat, iets wat bietjie meer stywer is, dis ook nie die regte woord nie, maar dan gaan ons sjokolade vat. Ons gaan dit in die hoeke sit. Ons hou die middel oop want ons gaan hom so heilo gee. Hierso. Ons gaan nou alles mooi maak, ons maak net die so strawberries en chocolate vibe hiervoor. Vat ons een kleiner borsel, waar ons bietjie kan opverf. Hy is klein. Sit bietjie van een concealer op jou hand. En dan verf jou op die andere kant. Net so in die middel en aan die ander kant in die middel.
Dit hoef ook nie heel netjies te wees nie. Ons gaan hom mooi blending fix alles. Dan gaan ons die kleur puffs vat. Een bietjie hierdie droër kry. Dan gaan ons die kleur puffs vat. Dan sit ons hom op. Ek begin maar altyd met 'n shader, maar ek dink op die einde van die dag gebruik ek ook altyd my vinger. So, ons vat puffs. En dan pak ons dit op. Het lijkt nou niks nie, ons gaan dit mooi, mooi, mooi maak. Goed. Dan gaan ons weer in met crepes, met jou oorspronkelijke borsel, jou ons hier langs die kant en hier moet zo mooi maak. Alles mooi met mekaar praat. Nou kan je een beetje hoër opgaan. Nou kom het al saam. Vat jy weer jou chocolade brush. Wat weer blending en ons blending met al oor. Met al die lijnen ontslaan raak. Dan vat ons een skoon borsel en ons kan dit omgaan. So, sit een beetje daar. Dan onder vat ons een kleine borsel, penselbrush, en ons vat bietjie, moet ek net sien of alles hier op is, ja. Ons kan bietjie chocolade vat, hier net op een klein borsel. Niet te dramatisch gaan nie. Jou blending brush en dan maak jy dit mooi bietjie sagter. So. Ons gaan puffs vat en ons oog bietjie oop maak.
es mal beim Korb aus. Die Ohren dünn. Moment für ein bisschen Mascara und Lashes. Ich brauche Chubby Lash. Não é caldo que boa. Nós gebruik vandag die Kimberly Lashes van Alle. Kom op dit zit. Terwijl die gewoon droog rook gaan ons dus gebruik je Physician Formula als waterbronzer. Hierdie was eigenlijk op allemaal zijn best of the best voor 2013. En ja, gebruik ze zich zeer vakantie. Ik ga het met een beetje tot die gewoon van oor af. En nee. En dan geef ik ons allemaal de contouring weer helemaal. Leg die wangetjes op. Hier is beschikbaar met de skin voor het zeer. En dat gaat een lange weg. Ook van Physicians Formula is die Butter Blush. Dat is 4 keer beschikbaar hier in het optiekje. Van dan gaan we onder doen. Ik zit hem ook. Hij kan eigenlijk werken zo je achter ook als je niet mal gaan heen. Ik gebruik die Milani Blush. Doe het weer door je. Met een beetje meer kleur. Af te sluiten. Lippies.